De werknemersorganisatie Openbare Werken, WOOW, is nog steeds in actie, zegt bondsvoorzitter Michael Salons. Het personeel werkt van 7 tot 12 uur en gaat daarna in beraad. Salons zegt dat de WOOW ondersteuning geeft aan de Confederatie van Organisaties van Landsdienaren de Col, die nu in onderhandeling is met de president. Het staatshoofd heeft minister Albert Ramdien aangewezen om met de groep te communiceren. En zo hebben we onze zaken op tafel gelegd voor minister Ramdien, waar we niet helemaal eens mee zijn, want de minister die zelf was er ook niet. En de minister Ramdien die geeft dan zaken aan wat hij van de minister vernomen heeft. Maar blijkt dat hij dan niet goed geïnformeerd wordt. Dus wij hebben alle zaken aangegeven wat wij vinden, waarbij wij vinden dat hij niet goed geïnformeerd is. En wij hebben gevraagd dat bij het volgende gesprek, en dat is op vrijdag aanstaande, dat de minister wel wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn. En dan kunnen we hem confronteren met de zaken die hij heeft aangehaald bij de minister, wat er speelt en wat er niet, met minister Ramdien, wat er speelt en wat er niet speelt. Ja? Dus dan kunnen we op confrontatie uitgaan. We willen niet op een confrontatie uitgaan waar we dan ruzie gaan maken. Maar als hij dan ook verkeerd is geïnformeerd door zijn staf van het ministerie, of zijn adviseurs, want dat gebeurt vaak, de mensen om hem heen zetten hem in die problemen. De WOOW-voorzitter benadrukt verder dat de problemen van openbare werken sinds augustus 2020 aan minister Riyad Noor Mohammed zijn voorgelegd. En wij hebben pas de vorige week woensdag met een nog niet officieel benoemde commissie om de tafel gezeten, zegt Salons. We hadden kunnen weigeren, want we hebben aan de minister aangegeven dat zijn overlegorgaan die hij benoemd heeft op 9 april, jongsleden, dat het niet conform de afspraken is die wij met hem hebben gemaakt. Ja? Maar uit goodwill naar de persoon die ons heeft uitgenodigd, zijn we gaan luisteren. En we hebben wel een paar feiten op papier gehad dat in orde is en niet in orde, wat niet in orde is, ja? Zo'n besluitenlijst. En dat moeten we nog even goed doornemen en kijken hoe het gaat. Maar we staan erop dat de beschikking van die overlegorgaan die met de WOOW gaat zitten, nog moet komen. Ja, anders gaan we eisen dat we dan met de minister zelf aan tafel zitten. Want die bemensing waarmee we nu zitten, is niet officieel bekrachtigd door de minister via beschikking. Want die beschikking klopt niet. Dus wij gaan door. We hebben tenminste een petitie ingediend. Ik ken de datum niet uit het hoofd. En we hebben die mensen gezegd die met ons zitten, als zogenaamde overlegorgaan tot nu toe. Want zolang die beschikking niet juist is, is het niet de overlegorgaan die wij nodig hebben. Michael Salons, bondsvoorzitter van de WOOW. We hebben minister Noor Mohammed niet kunnen bereiken voor een reactie op deze kwestie. Het personeel van openbare werken blijft vooralsnog in beraad.